Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Flinke verschillen in ons land wat bewolking betreft. In het noorden waren de wolken wat dikker, in het zuiden wat dunner. Met in het zuiden dus ook af en toe wat zonneschijn. Satellietfoto's van vandaag laten inderdaad die wolkenpatronen zien die over ons land trokken. En die doen dan met name het noorden aan. En in het noorden zou ook wat lichte regen kunnen vallen. Het trekt allemaal door, het blijft een beetje een status quo met de meeste opklaringen in het zuiden. En de meeste wolkenvelden in het noorden met tot en met zaterdag toch ook steeds kans op wat lichte regen. Vooral in het noorden, maar ook zeker niet constant. Voor vanavond en vannacht temperaturen gaan dalen naar een graad of 6 in het binnenland. In het noorden kan wat lichte motregen vallen van tijd tot tijd. In de rest van het land is het overwegend droog. Matige wind uit het zuiden tot zuidwesten ook morgen overdag. Met nog steeds vooral in het noorden kans op wat lichte regen of motregen. In het zuiden misschien een klein beetje zon. Het wordt 9 of 10 graden. En daarmee hebben we eigenlijk ook het weer voor de zaterdag en de zondag verteld, maar er zijn wel detailverschillen. Zaterdag wordt het 10 of 11 graden. Eerst is het overwegend droog en vooral later op de dag neemt de kans op wat regen toe. De meeste regen gaat vallen in de nacht naar zondag en zondag vroeg. Later op zondag klaart het weer wat op en zien we de zon vaker. Het lijkt erop dat het na twee keer de meest droog wordt, met meer ruimte voor de zon en temperaturen die een fractie lager uitpakken. Maar echt omlaag gaan die temperaturen nou ook weer niet. Temperaturen in de nacht. De kans op vorst neemt volgende week wel iets toe. Maar blijft toch ook niet echt heel hoog. En overdag blijft het kwik gewoon boven nul. Dus winterweer is vooralsnog ver weg. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl